Van Heesemans na anderhalf uur in de pits binnengekomen, doodmoe. Twan, waarom? Nou, omdat we hebben na dat ongeluk van gisteren hebben we een te zachte compound banden erop moeten zetten. Omdat die anders aanliep. En die band die werd in het begin kon ik dus meerijden. En die band die werd na een rondje of 20, 25 begon die te koken. En begon de rubber eraf te vliegen. Dus dan moest ik wel kalm aan doen, anders zou de band klappen. Maar je bent toch door blijven rijden met die band? Ja, omdat ik wou geen tijd verliezen, dat we niet nog een extra pitstop moesten maken. Is dat niet te riskant? Nou, als je een bepaalde snelheid aanhoudt, geloof ik dat het gaat. Ja. Wat is dat voor een snelheid? Ja, 2 seconden langzamer. Ja, dat is toch altijd nog 200, niet? Nou ja, het is een risico, maar ik bedoel, je kunt ook natuurlijk binnenkomen. Ja. En dan verlies je misschien de wedstrijd, dus ja. Je bent gisteren ben jij de vanghekken ingevlogen, ja. Hè? Ben je daar blij om of had je liever vangrail gehad? Nou, ik ben niet blij dat ik eruit kwam, maar ik ben wel blij dat er vanghekken stonden. En niet vangrail? Ik geloof dat die vanghekken 100% beter zijn dan die vangrail. Ja.